Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Deske, en vandaag heb ik een unboxing van de Hard Edition van Call of the Ghost. Dit is hem. En ik heb hem vandaag om 10 uur binnengereden, dus op de release om 10 uur. En 10 uur 's ochtends. Dus dat is enorm netjes. En ik was nog niet eens wakker. En het probleem is, ons mam heeft dus de deur open gedaan. En die dacht van, what the fuck is het besteld, want ik had niks te zeggen. En toen heeft ze hem open gemaakt, en toen heeft ze ook dit ding open gemaakt. Dus zij is al open geweest. De plastic is eraf, maar ik heb hem zelf niet open gemaakt. Dus ik ben benieuwd. Dus we gaan even kijken. In ieder geval als eerste even die sleeve af. Ja, niet heel veel speciaals geks, gewoon coffee tekst erop. Achterkant staat wel wat onzin op. En dat is eigenlijk alles wat erin zit. En het enige wat me eigenlijk in zit is natuurlijk de game. De steelbook. De freefall map, die krijg je als je hem gepreorderd had. Maar die krijg je ook als je de hard edition had. Dus het is eigenlijk een beetje dubbel. En ja, dit ding, domme ding, laat ik zo meteen wel zien. En een aantal... speciale player cards en onzin. We gaan even kijken wat er allemaal bij zit. Dus zo ziet de doos eruit. Ziet er enorm netjes uit. Hij is eigenlijk precies hetzelfde ook als van de voorgaande Hard Editions. Ik zal er voor de grap eentje bij pakken voor formaat. Dan weten jullie ongeveer hoe groot die zijn. Zo. Je hebt een kentje langs. En deze is van Call of the Black Ops 2. Hij is ietsje breder. Maar valt, in principe valt het wel mee, hij is ook iets klein thuis, valt het mee. Hij zit niet goed dicht. Maar niet uit, maar even verder. Hij moet toch open, dus maakt niet uit hoe we hem openmaken. Dus we maken hem open. Dit is dus de cover. Ziet er wel netjes uit, hij voelt ook wel nice aan. Het is best wel een mooi spul eigenlijk. Dus ja, netjes. Letten we. En daar neer. Dat kun je altijd maar zien. Vervolgens, de game. Ook niet echt... onbelangrijk is de steelbook. Ziet er enorm uit Zuid ook. Ook een beetje die blauwe stijl van Black Ops 1 vind ik. Want Black Ops 1 had ook zo'n soort blauwe cover en alles. Maar dit is natuurlijk van Infinity Ward. Maar je lijkt er wel een beetje op, vind ik. En een klein beetje op Battlefield vanwege die flares hier zo. Ik weet niet zo goed kan zien. Je ziet een beetje van die flares. En daar hebben ze bij Battlefield ook altijd. Maar ja, ziet net Zuid. Kijken wat er de rest in zit. Nou, binnenkant. Doe gewoon de game. De PlayStation 3 versie. En ik kan hem upgraden naar de PlayStation 4 versie. Dus als de PlayStation 4 uitkomt, dan upgrade ik hem naar PlayStation 4. Vervolgens kijken wat er allemaal bij zit. Want er staat een code op. En dat is op dit dingetje. Die laat ik jullie niet zien. En verder de rest de manual. En nog iets trouwens. Even kijken. Oh, de manual ziet er wel heel erg doods uit. Gewoon echt standaard wit aan de achterkant wat reclame van Destiny. De PlayStation 4 titel. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, dit is speciale content die ik dus krijg met de Hard Edition. En de code staat aan de achterkant, die krijgen jullie mooi niet te zien. En al kun je hem op een of andere wonderlijke wijze toch zien dat je door dit ding heen kan kijken, dan is jouw gewijd. En bijna het belangrijkste, de Season Pass. Hiermee krijg ik alle DLC's gratis. En ja, gratis, ik heb ervoor betaald. Dit ding kost 120 euro. Dus ja, in principe heb je hem niet gratis, maar je snapt wat ik bedoel. Hiermee kun je dus dadelijk alle DLC's downloaden. Heb je dit ding voor nodig? Nou, vervolgens hebben we alles gehad. Dan hebben we dit dingetje. En even kijken. Je kunt al zien dat het van me open gehad heeft, want hij zit er niet in. Of niet mooi, en hij zit ondersteboven. Heel leuk. Maakt niet uit. En vervolgens trouwens... dit dingetje. Eigenlijk is het best grappig als je dit gewoon als... weet ik veel, als afvalbak neerzet of zo. Weet ik veel, dat je onzin in flikkert op je bureau. Best wel grappig. Misschien dat ik het ooit doe. Maar, even kijken. Dit is dus dat ding. Oh, daar zat wel goed in. Dan zat alleen ons erboven in de doos. Kijk maar, de ghost masker. En dan heb je dat ding. Even kijken hoe die ding open krijgen. Dat is gewoon weer wel goed dicht gedaan, want ik weet zeker dat ze hem open gehad heeft. Ja, dan gaan we deze even uithalen, even kijken of dat iets is. Ja, die heb je eigenlijk altijd van die nutteloze dingetjes en doe ik verder eens niks mee, maar het is wel grappig om ze te bekijken. Volgens mij is je hier niet uit geweest, want het zit wel strak aan in de light. Nou ja, onder Juwan materiaal. Nou, daar heeft ook niet veel van over als ik het aanraak. Maar ja, dit ding, het ziet er best wel bruut uit, even serieus. Ik ben niet echt een fan van... al die, ja, moet ik zeggen, al die props. Meestal die Call of Duty meestuurt, zijn allemaal een beetje van die onze dingetjes.
Maar dit ding voelt wel enorm stevig aan. Ik zal niet zeggen dat ik het om zou doen. In ieder geval niet mee naar, weet ik veel, niet als ik uitga en ook niet als ik naar school ga, maar in principe is het wel grappig. Dit voelt wel echt degelijk aan, dit spel. Ik zal even de grapjes omdoen. Als dat lukt. Met één hand, dat is al handig, hè? Jezus Christus. Hot. Moet je in het tweede gaatje, heb ik weer. Oh, that's what she said. Jezus Christus van Lennon allemaal. Goed dat hij allemaal niet op de film komt. Nee, anders moet ik zo doen, dat werkt helemaal niet. Kijk maar hier, ik zit allemaal te kloten. Dammit. Nou, het is materiaal, jongens. Nee, dat ligt eraan dat ik dat ding zelf niet om kon doen. Nou wel. Blijkbaar moet je eigenlijk in derde. Maar het principe is gemaakt, kijk dan toch een stoer. Non je. Nee, maar het is wel geinig ding op zich. Je doet er niks mee, je flikt in de kast. Ik zal hem even losmaken. Oldschool hebben een schroefje. Geen onzin. Maar dit was de Haunted Edition. Ik zal even alles netjes neerleggen. Dat is niet nodig. Ziet er leuk uit. Weet je wat, zo. Zo. Ik zal dit ding even dit doen. En weet je wat, dit maakt me echt even helemaal niks meer uit. Ik ga gewoon het spel zo snel mogelijk spelen. Dus snel mogelijk proberen te uploaden voor jullie. En vervolgens ga ik de campaign spelen. Want als ik mijn eerste match heb geüpload, kan ik natuurlijk niet online. Dus zodoende. Kijk dan toch gewoon stoer. In ieder geval, dit is ongeveer alles wat erbij zit. En natuurlijk al die codes nog. Dit allemaal nog. Dus die kan ik erbij zetten, chill. Als dat blijft staan. Nee, dat blijft niet staan. Dat sowieso niet, denk ik. Nope. Wat ellende als flikton. Weet je wat, ik geef het op. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je leuk vond, laat een like achter. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Hopelijk met het Call of the Ghost gameplay. En tot dan. Houden we.